Ja, ah, daar heb je ook zulke grote bergen. Ja. Kijk, hier een mooi overzicht. Ik ben net aan het filmen. Het is groot hoor. Als dit nou zijn een wachthuisje of zo voor de militairen. Dat is het. Ja. Dat is allemaal brommetje nodig. Ja, die zullen daar het onderhoud misschien wel doen of zo, joh. Dan zal een brommetje erheen gaan met een schoffeltje onder een oksel. Kijk, een rotsje, joh. Kijk nou. Wat een gigantische natuurlijke bouwwerkje. Hoeveel jaar geleden zou dat nou ontstaan zijn? Een paar miljoen of een paar honderd miljoen jaar geleden? Ja, zeker weten. Ja. Toen de aarde nog aan het afkoelen was misschien, miljarden jaren geleden. Dat was toen met druk van de plaat, hè? Ja. Maar hier komt de Euro-Aziatische plaat naar elkaar toe. Ja, en weet je, die grotten in Vlaanderen en Duitsland, die zijn ontstaan omdat die platen tegen elkaar aankwamen. Die platen gingen omhoog staan, dat werden bergen, maar daaronder heb je weer holtes, ruimtes. En die zijn er toegankelijk gemaakt, snap je? Ja.